goedemiddag of goedenavond of goedemorgen. Het hangt er vanaf wanneer je kijkt naar dit filmpje. Maar het zijn drukke tijden. Het waait al een paar dagen aan een stuk en het blijft waaien. We hadden storm Ciara vorig weekend. En storm Ciara is nog niet helemaal van de weerkaarten verdwenen. Of er ligt al een opvolger klaar, storm Dennis in dit geval. Ook storm Dennis zal tot bij ons geraken het komende weekend. In de loop van zaterdag, maar vooral zondag, komen we in het sterke windveld van die depressie terecht. En je kunt je terecht de vraag stellen, hoe komt het nu dat we een paar stormen na elkaar krijgen? En hoe komt het nu dat het ook zo hard blijft waaien? Wel, dat heeft alles te maken met de straalstroom. Dat leg ik straks even uit. Maar laten we misschien eerst even kijken naar de weerkaartjes zoals die eruit zien voor de eerstkomende dagen. Want dat is toch wel vrij belangrijk. Dit is de weerkaart voor donderdag, 13 februari, op de middag. We zien een lage drukgebied boven de Britse eilanden liggen en het frontensysteem dat daaraan verbonden is, trekt in de loop van donderdag door onze omgeving. Dat is nog niet de storm Dennis. Dennis die komt daarachter. Dat is dat lage drukgebied. Dat ligt donderdag nog ergens midden op de Atlantische Oceaan en zet koers richting IJsland. 12 uur later zien we dat Dennis al ten zuiden van Groenland ligt, net nog westelijk van IJsland, en het frontensysteem eraan verbonden bereikt al de Britse eilanden. Bij ons is het op dat ogenblik een stuk rustiger. Er zit een mobiele weg van hoge luchtdruk voor het front van Dennis uit en dat zal ons eventjes een korte adempauze geven in de loop van vrijdag. Hier zien we vrijdag dat die mobiele weg van hoge luchtdruk boven onze omgeving ligt en Dennis zit dan eigenlijk echt met kern in de buurt van IJsland. De Britse eilanden komen geleidelijk aan al volledig in het windveld terecht. We hebben dat in de vorige video van storm Ciara ook uitgelegd. Je kunt nog altijd eventjes teruggrijpen daarnaar. Als je op de i klikt rechtsboven hier, kun je die video terugvinden. Maar we hebben toen uitgelegd dat hoe dichter die zwarte lijnen op elkaar liggen, en die lijnen dat zijn lijnen van gelijke luchtdruk, we noemen dat isobaren, wel hoe dichter die op elkaar liggen, hoe meer wind er staat. En je ziet duidelijk dat vanaf IJsland tot aan de Britse eilanden een heel groot, sterk windveld staat. Merk ook op hoe diep de depressie Dennis gaat worden. We zitten hier vrijdag al met een kerndruk van 940 hectopascal, wat echt wel heel laag is. Op zaterdag is Dennis zelfs nog sterker geworden. We zien een luchtdruk van 930 hectopascal in de kern. Dat is echt bijzonder laag. En op zaterdag zien we dat de eerste fronten al tegen onze kust beginnen aan te schuren. Zaterdag neemt ook de wind toe. Je ziet ook bij ons dat de isobaren dichter bij elkaar komen te liggen. Het wordt dus een winderige zaterdag, maar de neerslaghoeveelheid zal op zaterdag nog best wel meevallen. Het is pas 12 uur later dat die fronten ook tot bij ons geraken in de loop van zondagnacht. En zondag overdag zitten we helemaal in het stormveld. Dat is de volgende kaart. Dat is dus deze kaart, de kaart voor zondag 12 uur op de middag. De fronten die verbonden zijn aan Dennis hebben eigenlijk volledig ons land ingepalmd of zijn zelfs al gepasseerd. En je ziet dat er een heel sterk windveld komt te staan eigenlijk vanaf IJsland tot bijna aan de Alpen. En de ganse Atlantische Oceaan is opnieuw één groot stormveld geworden. Vandaar dat we ook voor komende zondag bij ons rukwinden mogen verwachten die weer tussen de 80 en 90, misschien zelfs richting 100 km per uur gaan. We kunnen ons dus na de storm Ciara van vorig weekend de komende dagen weer voorbereiden op een storm die op komst is. Zondag dus, Dennis die gaat passeren. Tot die tijd waait het eigenlijk ook wel de hele tijd best wel hard, net als de voorbije dagen. En nu kun je de vraag stellen, hoe komt dat? Wel, ik zei het al aan het begin van het filmpje, dat heeft te maken met de ligging van de straalstroom. De straalstroom, wat is dat? Wel, dat is eigenlijk een stroom van lucht op grotere hoogte. Hoe dat in elkaar zit, ga ik even schematisch uitleggen aan de hand van deze tekening. De straalstroom dus. Ik ga dat even schematisch proberen uitleggen. We hebben hier een schematische voorstelling van normale luchtdruk, want het draait allemaal rond luchtdruk. Luchtdruk, dat is eigenlijk de druk die de lucht van bovenuit op het aardoppervlak uitoefent. Normaal gezien is dat gemiddeld 1013 hectopascal. Nu, hoe zit het in elkaar? Hoe hoger je gaat, hoe kleiner de luchtdruk wordt. Waarom? Omdat de kolomlucht die hier drukt veel groter is dan de kolomlucht die daar nog zit te drukken. Hoe hoger je gaat, hoe lager dus ook de luchtdruk gaat worden. Op een gegeven moment zitten we aan een luchtdruk van 200 hectopascal op enkele kilometers hoogte. En op die hoogte is er een plaats
waar er een hele sterke westelijke wind staat. Dat is de straalstroom. Je kunt die straalstroom op weerkaarten zien als je weerkaarten bekijkt van 200 hectopascal. We gaan dat zo meteen even doen en dan zul je zien dat er ergens op die grote hoogte een kolom lucht is die zich heel snel van west naar oost beweegt. Dat gaan we even bekijken op de weerkaart. Wat we hier zien, ziet er heel ingewikkeld uit. Een exotisch gekleurde kaart, paars, blauw, geel, groen, rood. Maar we gaan eventjes in detail kijken wat we daarop kunnen vinden. We zien hier België liggen. We zien de Britse eilanden liggen. We zien Frankrijk, Spanje, kortom Europa. Daar ligt de Atlantische Oceaan. De kleurtjes willen zeggen waar er veel wind is. We zitten op het 200 hectopascal vlak, heb ik daarnet uitgelegd. Dat is dus een aantal kilometer hoog, waar er weinig luchtdruk is, maar waar wel een kolom lucht zich heel snel van west naar oost verplaatst. En dat is wat we zien op die kaart. Die gele en rode kleuren duiden gebieden aan met zeer hoge windsnelheden. Dat is de straalstroom. Die bevindt zich dus op een aantal kilometer hoogte en die gaat van west naar oost over de Atlantische Oceaan. Zolang die geel-rood gekleurde band op ons stuk van West-Europa gericht staat, dan krijgen we een heel snelle aanvoer van lage drukgebieden met storingen vanaf de Atlantische Oceaan. En dus ook heel gemakkelijk de ontwikkeling van stormen. En dat is wat er nu eigenlijk de voorbije dagen en ook de komende dagen gebeurt. Ik zal even de animatie in gang zetten, dan kun je zien wat die straalstorm de komende dagen zal doen. En dan zie je duidelijk dat het een gebied met rode en gele kleuren is, wat opnieuw op weg is naar West-Europa. We zijn nu al vrijdag op de kaart. Die loopt hier de datum. Zaterdag, zondag. En je ziet dus duidelijk dat die straalstroom, die gele en die rode kleuren, constant op ons deel van West-Europa gericht zijn. Zo. Dat is dus de reden waarom we op dit moment met zo'n onstuimig weer te maken hebben. Een zeer sterke westelijke circulatie op de Atlantische Oceaan, die enerzijds aangevuurd wordt doordat de straalstroom constant op ons deel van West-Europa gericht is. Er spelen wel nog een aantal andere factoren mee. Er is bijvoorbeeld ook een heel sterke polarvortex dit jaar, maar dat bewaar ik voor een andere keer om uit te leggen. Maar in alle geval, het komt erop neer dat zolang die westelijke circulatie zo sterk blijft, en het ziet er naar uit dat die nog de ganse maand februari zo sterk zal blijven, blijven we met zeer wisselvallig en vooral van tijd tot tijd erg winderig weer te maken hebben. Kort samengevat, donderdag 13 februari passeert al een eerste actieve storing. Vrijdag 14 februari kleine adempauze, maar dan in het weekend, zaterdag en zeker zondag opnieuw heel veel wind door de komst van die tweede storm, Dennis, die met rukwinden van 80 tot 90, misschien ook weer 100 km per uur op ons afkomt. Of het nu 90 of 100 is, dat zullen we later in de tijd wel kunnen bekijken, maar in alle geval, er komt opnieuw veel wind op ons af. Trouwens, op begin volgende week blijft het erg wisselvallig. Het zou dan later in de week tijdelijk wat rustiger kunnen worden, maar naar het eind van de maand toe loeren opnieuw actieve stormdepressies om de hoek. Zo, vond je ook dit filmpje leuk? Geef het een duimpje. Abonneer je zeker op het kanaal, het is trouwens gratis. En duw ook meteen op het belletje, dan word je automatisch verwittigd wanneer er een nieuw filmpje online staat. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.